Als operator op de banketafdeling ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en het hele proces. Je zorgt dat de slagroom goed is, de moesmachine moet je instellen, je moet zorgen dat er genoeg pudding op zit. Je bent gewoon echt verantwoordelijk voor ieder element van het product. De grootste uitdaging in mijn functie is dat ik zorg dat de lijn de hele dag goed kan draaien. Dus ik moet zorgen dat alles goed is voorbereid, de slagroomtanken staan klaar, de moes staat klaar, de decoratie, het fruit, alles wordt klaar te staan. Waardoor we gewoon de hele dag door kunnen draaien. Ik vind het zelf heel leuk dat toen ik hier net begon, toen ging ik naar mijn opa en oma, die wonen in Arnhem, dus niet hier in de buurt. En dat daar gewoon het gebak lag wat ik die ochtend eigenlijk of die dag daarvoor had gemaakt. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. Ik eet zelf regelmatig ook gebak. Onze eerste pauze is meestal rond een uurtje of 9. Ja, en als er goed gebak in de koeling staat, dan zou ik dat zeker pakken. En als dan om 12 uur nog steeds die lekkere er staat, dan pak ik hem ook. Mijn functie is broodnodig binnen dit bedrijf, omdat het belangrijk is dat alle elementen van het product worden gecontroleerd, zodat wij een goed eindproduct kunnen neerzetten bij de klant.